dames en heren, mijn voorganger had het al over de maakbaarheid die in de zorg gepredikt wordt. En we hebben niet afgestemd, maar ik ga daar nu de tragiek van prediken. Ik heb vorig jaar een boek gepubliceerd over de diepgaande vraag waarom wij systematisch weigeren tragiek te aanvaarden. En toen het manuscript van het boek klaar was, speelde dat die casuïstiek met die potvis die was aangespoeld aan Nederlands kust. Dat ging natuurlijk met groot misbaar gepaard. En wij vonden dat ook een onaanvaardbare gedachte, dat die beesten van tijd tot tijd aanspoelen. En op dat moment hoorde ik in Den Haag dat men een potvisprotocol had gemaakt. En dat protocol houdt in dat Nederlands kustlijn in vaste afmetingen wordt onderverdeeld. En per onderdeel van de kustlijn een coördinator is benoemd die weet hoe te handelen als er weer zo'n beestje aanspoelt. Nou weten wij zeker dat er ooit op enig moment, en dat kan vrij snel zijn, zo'n beest weer zal aanspoelen. En mij lijkt dan de existentiële vraag aan de orde of het beest zich aan het protocol zal houden. Waarschijnlijk niet. En dat is dan weer aanleiding voor nadere detaillering van de regelgeving. Ik vertel u dit maar, dat u weet waarom dat allemaal zo gaat. In uw sector is dat ook het geval. De potvis daar, die we maar voortdurend bestrijden, is de kostenstijging. Die ik wel een teken van beschaving vind eigenlijk. Ergens bestaat een idee, en ik heb het idee dat vanavond tijdens een diner van de minister met een aantal belangrijke actoren in de zorg die gedachte ook weer gecelebreerd zal worden, dat het weer is gelukt de kosten te beheersen. En mijn grote vraag is dan wat er dan precies gebeurd zal zijn als wij erin geslaagd zijn iets dat onvermijdelijk is, namelijk kostenstijging, om dat te beheersen. Nou, ik hoef u waarschijnlijk niet uit te leggen. Wij als vanuit mijn vak weten dan altijd dat je dan een beetje naar de randen van het systeem moet kijken. Wat daar gebeurt, om te zien wat het systeem als geheel naar de toekomst toe zal gaan doen. En ik ga dat verder niet uitleggen, want ik ben helemaal niet gevraagd om daarover te spreken. Maar die randen van dat systeem zijn onder andere de GGZ, dingen als de thuiszorg en de langdurige zorg. En daar moet u kijken wat gebeurt. En dan ziet u de tragische maakbaarheid van de zorg pas echt goed. In de ziekenhuizen niet, dat zijn de meer sexy delen van het systeem. Maar daar wil ik het niet over hebben. Daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over die tragische maakbaarheid van de zorg. En een van die zorgsectoren is het kind. En ik kan u hier mededelen dat mij het grote geluk geworden is dat ik in april grootvader zal worden. En ik heb met mijn dochter afgesproken dat zij wel het consultatiebureau gaat bezoeken, maar geen enkele vragenlijst zal invullen. En ik mag daar van haar dan columns over schrijven. Dus de sector is gewaarschuwd. Maar als u iets wil begrijpen van die tragische maakbaarheid in onder andere het zorgdomein, is het consultatiebureau een prachtig studieobject. Een prachtig studieobject, omdat daar namelijk de grote droom van de preventie, verbonden met de klassieke, uit de wereld van de intelligence komende gedachte van de risicoanalyses, wordt verbonden, zodat wij op statistische gronden in kaart kunnen brengen welke van de ouders een potentieel kindermishandelaar is. En we zouden dat doen we preventief, zodat u ook op statistische gronden verdacht kunt zijn. Dat is een klein amendement op de rechtsstaat, maar daar wordt niet zo onbekreumd in Nederland. En eigenlijk zouden we dat ook het liefste prenataal doen. En eigenlijk nog het liefst voor de conceptie. En ik denk dat velen in de zorg rondlopen met de grote droom dat er ooit in dit land een ouderschapsexamen zal worden ingevuld.
Dit is ook een van de voorbeelden. Als ik het schilderij linksboven in mijn bezit zou hebben, zou ik multimiljonair zijn, maar daar gaat het niet om. Evident is dat toch een typisch geval overgewicht. Met grote liefde en vanuit een esthetisch perspectief geschilderd. De foto rechts beneden is een foto uit een Nederlandse beleidsnota. Met vermoeden is gerechtvaardigd dat hier esthetische perspectieven een wat kleinere rol hebben gespeeld. Sterker nog, dat als er al sprake is van een esthetisch perspectief, dat het normatief van aard is, namelijk dat dit verboden zou dienen te worden. En in de aandacht voor overgewicht, de bijna obsessieve aandacht voor overgewicht, en de collectieve droom in de gezondheidszorg dat iedereen in Nederland in te korte broekjes over straat gaat rennen om aan zijn gezondheid te werken, zodat hij echt mager wordt. Ik heb dan altijd de neiging om aan dat soort mensen te vragen, gaat het wel goed met jou? Nee, het gaat hartstikke goed. Ik ben steeds meer afgevallen. Zeg, eet jij wel voldoende? En als ik dan echt plagerig wil worden, dan zeg ik altijd dat ik als 8-jarig kind bij een tante in Wallonië, waar ik Frans heb leren spreken. Het was een weduwe en wij, u weet wel, België is dat land waar ze van Nederland zeggen dat het dat land is dat ze 2 keer per dag ontbijten. Dat doen ze in België niet. En bij de lunch die ik als 8-jarige geserveerd kreeg, kreeg ik ook altijd een klein glaasje bier. En s'avonds bij het diner een klein glaasje wijn. En dat is mijn model van preventie. Je kunt niet vroeg genoeg beschaafd leren drinken. Als ik dat in kringen van preventieontwikkelaars roep, dan word ik met groot afgrijzen aangekeken. En dan beschouw ik mijn missie als geslaagd. Nou, dit kent u wel. Alles wat niet mag. Dit is iets anders, transparantie. Ook zo'n fascinerend idee in de zorg dat kwaliteit en dergelijke, dat die gebaat zouden zijn bij transparantie. Terwijl mijn opvatting van de professionele relatie tussen een zorgverlener en zijn of haar patiënt of cliënt in de kern er een is van mysterie. Het is een niet openbare en publieke relatie, maar het is een hoogst persoonlijke relatie. En als we daar verschijnselen als transparantie op los gaan laten, bureaucratiseert de relatie en wordt er uitgestolen wat het meest dierbare van de relatie is. Want er is geen organisatie zo transparant als een bureaucratie. Als u dat goed uitgelegd wil zien, raad ik u aan het klassieke en monumentale werk van Max Weber, die al eind 19e, begin 20e eeuw prachtig werk over de bureaucratie heeft geschreven. U moet het ook echt in het oorspronkelijke Duits lezen. En hij legt daarin uit dat de meest transparante organisatie die wij kennen de bureaucratie is. Dus wie transparantie vraagt, krijgt formulieren. Die ervaring zult u kennen. En plannen. Het barst in uw wereld van de plannen. Dit vind ik een mooie. Als u nou de volgende keer een beleidsplan maakt, u weet wel, zo'n verschijnsel waar we de ene helft van het jaar aan het opschrijven zijn wat we gaan doen, om dan vervolgens in de andere helft van het jaar over de vorige periode uit te leggen dat niet gelukt is. En dat vooral aan exogene variabelen ligt. Bij het volgende beleidsplan gun ik u dit als motto. Ja, mag maar een plan zijn, nu een grootes licht. En mag dan nog een tweede plan gehen, toen die beide niet. Als een Marxist dat zegt, kun je het wel geloven. Lijkt mij. Komt allemaal voor uit een klassieke modernistische opvatting van maakbaarheid in de wereld. Doel-middeldenken. En de grote bestuurskundige Aaron Wildavsky heeft gezegd dat je pas iets een probleem kunt noemen als je ook een oplossing hebt. Als je namelijk die oplossing niet op zijn minst potentieel beschikbaar hebt, heet datgene wat je ziet tragiek. Onoplosbaarheid, onvolmaaktheid, imperfectie, waar nou eenmaal niks aan te doen is. En dus is in uw wereld die vol zit met professionals, en professionals zijn natuurlijk mensen met een oplossing op zoek naar problemen die bij die oplossing past, dan weet u dat dit de dynamiek is
die die tragische maakbaarheid aanjaagt. In Nederland in het bijzonder nog verbonden met, voor een deel van Nederland althans, de sterk Calvinistische oriëntatie. In dit prachtige Bijbelcitaat, ja, voor een katholieke jongen ken ik mijn Bijbel redelijk goed. Dit is mijn favoriete misverstand. In den beginnen was het woord was bij God, enzovoort. En in katholieke kring weten wij dat in den beginnen niet het woord, maar de zonde was. En dat wij dus veel woorden nodig hebben om de fundamentele zondigheid van de wereld voortdurend tot een nieuwe orde te brengen. De tragiek. Ik lees u voor. Een citaat uit de Oedipus in de bewerking van Oscar van Woensel, uitgevoerd door het Rood Theater in het seizoen 2012-2013. De grote tragedie van Sophocles. Dit is een fragment van het koor. En dan begint het grote gevecht tegen het lot. Het grote gevecht tegen de weg. Het grote gevecht tegen de dingen die nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Het ligt in de natuur van de dingen besloten dat ze zijn zoals ze zijn. Wanneer we ermee in gevecht gaan, zullen we lijden. Laios, de vader van Oedipus, begint een gevecht. Hij neemt zich voor nooit kinderen te krijgen. Nooit zal zijn vrouw zijn moordenaar baren. Daar wil hij eigenhandig voor zorgen. Maar de dingen laten zich niet regeren. De dingen zijn zoals ze zijn en zo zal het altijd blijven. In Den Haag hebben wij een opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren. Dit is mijn favoriete rolmodel. Je moet handelen. Je weet dat het niet zal helpen. En de taak die je hebt is om dat met grootse heroïek te doen. Zie daar de grote schoonheid van de klassieke tragedie. Die tragiek komt ook bij de erfzonde vandaan, mag ik in deze context wel zeggen. Dit vind ik een prachtige metafoor voor de onvoltooidheid en de imperfectie van het bestaan. U weet waarschijnlijk dat Gaudi een orthodox-katholieke architect was. En het is mijn stellige overtuiging dat hij bedoeld heeft dat die kathedraal nooit af zou komen. Dat het hoogmoed zou zijn ten opzichte van het hogere om iets te bouwen dat ooit voltooid raakt. Ook weer van een grote schoonheid. En vandaar zie hier mijn favoriete beleidsaanbeveling. Voor zover er bestuurders, managers en andere beslissers in de zaal zijn, dit hoort boven uw bureau te hangen. Niets doen is altijd een optie. Altijd. Ik heb ook een gezaghebbende voetnoot als ondersteuning van Arnon Grunberg. Niet elk onrecht kan worden gewroken, niet elk schandaal hoeft te worden ontvangen met verontwaardiging. Wat niet betekent dat men geen initiatieven hoeft te ontplooien. Integendeel, hooguit dat acceptatie van een fundamentele onvolmaaktheid een groot goed is. De wereld beter maken lijkt actie te veronderstellen. Misschien maak je de wereld juist beter door je in de kast op te sluiten en helemaal niets te doen. En wat wij dus nodig hebben, zijn helden van de terugtocht. Ik weet niet of u hem kent, dit is een Pruisische generaal uit de 19e eeuw, von Clausewitz. En hij heeft een prachtig boek geschreven, Vom Kriege. Groot militair strateeg. En al in de 19e eeuw betoogt hij dat de moeilijkste van alle militaire operaties die van de terugtocht is. Hoe actueel kun je zijn? En Hans Magnus Enzensberger, en daarmee sluit ik af, verwijst naar Clausewitz als hij in een prachtig essay over de helden van de terugtocht het volgende schrijft. Het was Clausewitz, de grootmeester van het strategisch denken, die heeft aangetoond dat de terugtocht de moeilijkste van alle operaties is. Dat geldt ook voor de politiek. Het non plus ultra van de kunst van het mogelijke is het opgeven van een onmogelijke positie. Wanneer echter de grootheid van een held bepaald wordt door de moeilijkheid van de opgave waarvoor hij zich gesteld ziet, dan vloeit daaruit voort dat het heroïsche schema niet alleen gecorrigeerd, maar omgekeerd moet worden. Elke idioot kan een bom gooien. 1000 keer zo moeilijk
is het die onschadelijk te maken. Dank voor uw aandacht. Paul. Oh, vergeet mijn microfoon. Moment. Ik was zo eager. Paul, dankjewel voor dit verhaal. Waar de kern wel volgens mij tamelijk helder van is. Maakbaarheid is een illusie. Vat ik dat goed samen? Nou, nee. Ten dele wel. Valt maar... niet tegen. Kijk, het interessante van maakbaarheid is dat die op het macroniveau niet bestaat, maar op het microniveau wel. En dat heel veel van die maakbaarheidsambities op al die microniveaus voor delen van de samenleving buitengewoon onaanvaardbare consequenties kunnen hebben. Laat ik een voorbeeld geven. Als nu met die decentralisatie van de zorg in een aantal domeinen. Bijvoorbeeld, in mijn wijk. En je zult wel van mij aan willen nemen dat dat niet echt een achterstandswijk is. Mm-hmm. Dat daar een jong gezin woont. En die hebben een kind, een tienerdochter, en die heeft een eetprobleem. En jullie weten dan, hè, als in mijn wijk een dochter in een gezin een eetprobleem heeft, dat dat anorexia heet. En die moeten dan op basis van een keukentafelgesprek met de gezinscoach, die onder het motto één plan, één gezin, één regisseur, een soort Noord-Koreaanse leuze, psychiatrische hulpverlening voor hun kind krijgen. Ik denk in mijn wijk dat de advocaat dan vrij snel wordt ingeschakeld. De vraag is echter zeer gerechtvaardigd hoe in al die andere wijken, waar het eetprobleem van die tienerdochter niet anorexia is, maar obesitas, hoe daar bij ontstentenis van de advocaat, hoe daar die veelgeprezen decentralisatie gaat uitwerken. En ik denk dat in dat domein van preventie en goed bedoelde zorg de interventielast wel buitengewoon eenzijdig gaat uitpakken. Ons soort mensen zal daar niet zoveel last van hebben. Maar een substantieel deel van de populatie wel. En die worden wel allemaal genormaliseerd in het normen- en waardepatroon dat wij met elkaar koesteren hoe het leven geleefd dient te worden en hoe je eruit dient te zien. Dus okay. Die maakbaarheid werkt wel. Ja, maakbaarheid werkt wel. Misschien geruststellend voor sociaaldemocraten. Ja, precies. Ik blijf dit eng vinden. Maar toch, hè, ik moet je eerlijk bekennen, ik zal niet in bullets praten, maar in mensentaal, dat ik ook altijd een beetje bang word van zo'n soort verhalen als wat jij houdt. Er zijn natuurlijk meer mensen die dit soort verhalen houden. Ja, dat dacht ik wel, ja. Want wij zijn allemaal mensen, en jij zelf ook, die natuurlijk zich doelen heeft gesteld. Die wel ideeën heeft hoe de samenleving zich meer of minder goed zou kunnen ontwikkelen. Nee? Nee, helemaal niet. Ik heb geen doelen voor de samenleving. Dat zou buitengewoon hoogmoedig zijn. Je levert een bijdrage aan de samenleving. Ja, dat wel. Hè? Daarom. En is dat alleen maar het lot of heb je daar ook een idee bij? Heb je daar een drive bij? Heb je daar... Ja, maar ik ben wel door mijn leven heen en mijn carrière heen ten diepste ervan overtuigd geraakt dat je kost wat kost moet zien te voorkomen als je een functie uitoefent zoals ik, dat je gaat geloven dat de wereld beter, gelukkiger en rechtvaardiger wordt als er naar jou wordt geluisterd. Helaas is dat de dominante karakteristiek van de gemiddelde hoogleraar, maar voor die soort ben ik niet. Ja. Oké, okay. Nou, die bescheidenheid lijkt mij een geweldige winst. Dank je wel.